En dit is Esme. En wij zijn hier voor het Lantaarnvenster. En hier wordt vanavond de winnaar gekozen van de Nationale Onderwijsfilm. Wij gaan vandaag mensen interviewen over wat zij doen met media in hun klas. Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Waarom vind je media in de klas belangrijk? Nou, ik vind media in de klas heel belangrijk, omdat ten eerste is er heel veel media in de wereld. Handig als je een beetje weet hoe het gemaakt wordt. Dat je het ook snapt. Dat je bijvoorbeeld door hebt dat je soms in de maling wordt genomen door reclames. En soms zelfs door de documentaire. Wat ook niet altijd waar is. Ik vind het ook heel belangrijk omdat steeds meer mensen later in de media gaan werken. Dus het is ook handig als je misschien daar wel in gaat werken. Dat je alvast iets over leert. En ik vind het belangrijk omdat namelijk door media te maken kun je zelf ook heel creatief zijn en je verbeelding gebruiken. En daardoor je wereld weer een stukje mooier maken. Heeft u wel eens ooit iets met tv gedaan of iets? Hoe bedoel je, zelf op tv of filmpjes iets laten maken? Iets dat te maken heeft met social media. Nee, daar heb ik nog niet zoveel mee gedaan. En daar zou ik eigenlijk wel wat meer over willen leren. Alleen geef ik nu zelf geen les meer. Dus ik kan het nu niet meer zo goed toepassen. Maar dat is wel iets, als ik nu nog voor de klas had gestaan, had ik daar wat meer over moeten leren. Hoi mevrouw. Doet u wel eens iets in de klas met media? Of doet u wel eens iets met media? Ja, we doen wel wat met media. Ik sta zelf niet in de klas. Maar wij gebruiken in onze programma's voor de basisschoolleerlingen gebruiken wij wel activities, dus dat is echt gewoon eigenlijk leuke computeranimaties en uiteraard gewoon iPad, YouTube, noem maar op, al dat soort dingen. Ja. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. En wat zou je zelf nog willen leren met media? Nou, wat ik heel leuk zou vinden is om zelf te kunnen programmeren. Hè. Leerlingen in het basisonderwijs die gaan daar zelf les in krijgen. Dat vind ik fantastisch eigenlijk. Dus dat zou ik zelf nog wel heel graag, maar ik heb daar gewoon nu eigenlijk geen tijd voor. Dus dat vind ik wel jammer. Ja. Jullie hebben dus net dit gepresenteerd en zitten jullie dus nog zelf op school? Ja, wij zitten alle twee op de HBO, dus op het voortgezet, na het voortgezet onderwijs schijnt natuurlijk nog een HBO of een andere studie doen. Ik heb eerst MBO-studie gedaan, dus dat was 4 jaar op de theaterschool gedaan. En nu ben ik daar afgestudeerd en ben ik een nieuwe studie begonnen op het HBO, dat is dus Media en Entertainment Management. En daar zitten wij samen bij in de klas. Ja, ik heb wel iets meer studies gedaan. Ik heb VWO gestudeerd en diploma gehaald. En toen dacht ik, ik moet naar de universiteit. Dat is een soort van logische, inderdaad, VWO-universiteit. Maar dat bleek toch eigenlijk helemaal niet zo goed bij mij te passen. Dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Toen heb ik een tussenjaartje gehad, dus heb ik gewerkt. En daarna ben ik weer begonnen aan HBO ook. Kunst en Economie heette dat in Utrecht. Maar dat vond ik toch ook niet zo heel erg leuk, die studie. Dus daar ben ik ook weer mee gestopt en weer gaan werken een jaartje. En toen ben ik bij deze opleiding terechtgekomen, Media en Entertainment Management. Dus wat jullie doen, moeten wij straks misschien ook wel voor onze opleiding gaan doen. Mensen interviewen, radio en presenteren, evenementen. Dus dat is allemaal heel leuk. En ja, dit bevalt me tot nu toe wel heel erg goed. Dus ik hoop wel dat ik dit af ga maken. Ja, dus als je iets weet, moet je er goed over nadenken, omdat je het wel echt gaat willen doen. Anders ga je net zoals haar heel veel werken en heel veel jaren. Maar het geeft niet. Hè? Het geeft, ik vind het wel. Iedereen dacht altijd van, je moet gelijk een studie gaan doen.
Maar ik heb echt wel heel veel geleerd in die 2 jaar dat ik gewerkt heb. Je komt ook weer allemaal mensen tegen. En dus je hoeft niet per se gelijk... Ja, tuurlijk, het is heel erg handig als je gewoon gelijk doorgaat met school. Maar ik zou het ook niet per se afraden. En waarom doet u dat? En wat vindt u belangrijk aan media? Media is van deze tijd. En het is de toekomst. En media ontwikkelen zich heel snel. Dus we zitten nu eigenlijk in iets waarvan je zegt... Ja, dit is nu leuk, dit is mooi, maar voor de toekomst hebben we nog veel meer nodig. Dus we moeten eigenlijk steeds verder gaan en verder vooruit kijken en iedere keer weer overstappen op de nieuwe soorten media. En hier zit hij in. Officieel. Op die hele grote bijeenkomsten halen ze dat dan zo uit hun, weet je wel, en dan zit daar zo'n kaart in en dan komt die eruit en dan, afijn, dus die spanning stijgt dan, maar uiteindelijk is het geworden. Vergeet mij niet. Het bla bla. Actie. Hey. Ik ben Tiara en dit is Esme. En wij zijn hier voor een lantaarnvenster. En hier wordt vanavond de winnaar gekozen van de nationale. Ja? Hoi, ik ben Tiara en dit is Esme. En wij staan hier voor een lantaarnvenster. En hier wordt vanavond de winnaar gekozen van de nationale onderwijsfilm. Wij gaan vanavond. Gaan wij mensen interviewen over wat zij doen in met media in de klas. Hoi, ik ben Tiara en dit is Esme. En wij zijn hier voor Lantaarnvenster. En hier wordt vanavond nationale. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you.